In Vlaanderen Vlaams. In Spaanderen Spaans. En op Sint-Anneke Mosselen. Waarom was de actie belangrijk? Omdat dat de eerste keer was dat ik sporen van Franstalig taalimperialisme in Heist waarnam. Het begint altijd heel kleintjes. Als het bezig is, kun je er niks meer aan doen. Het is gelijk een kanker. Als je huidkanker hebt en je hebt één plekje, moet je dat direct wegsnijden. Dan heb je geen kanker meer. Maar als je dat laat voortwoekeren, dan helm geen snijden. Dan mag tak komen. Dan mag voorpost komen. Dan is het gedaan. Hadden zij in de Vlaamse rand in het begin gezegd, als je u hier niet aanpast, dan knuppelen wij u hier buiten. Als je verfransing het minste teken laat voortwoekeren, dan zijn we verloren. Zoals Brussel, zoals nu de Brusselse rand. Tot zelfs in Aalst, ze breiden altijd uit. Ik heb die actie gedaan om de directie te zeggen, je moet hier niet beginnen. Ik ben niet van Schaarbeek naar Heist Knokken komen wonen om hetzelfde mee te maken. Hè? Waarom loopt iemand die niet gefilmd wil worden, recht naar de camera. Wie bedoelt je daarmee? Die vrouw van de Lidl. Dat is de garante die haar personeel terroriseert. Het is daarom dat veel van haar personeelsleden naar Aldi overgestapt zijn. Omdat ze daar meer verdienen en de sfeer is beter. Dus dat moet die dame zijn. En die dame was zeer agressief. Had dat een man geweest, had ik misschien mijn ziekte van Addison niet kunnen beheersen. Kunt jij rap iets uitleggen over de loketkwestie in Schaarbeek. Dat was burgemeester Roger Nols, die één loket voorbehouden had voor de Vlamingen. En de Vlamingen hebben daartegen geprotesteerd. Wij zeggen, dat is apartheid. Wij moeten aan alle loketten ons verrichtingen kunnen doen. Maar natuurlijk, daar waren wel weinig Vlamingen in Schaarbeek. Bij dat één loket, daar stond bijna niemand. En je kon daar al uw verrichtingen doen. Aan al die andere loketten stonden daar Wolfgangstaligen. Daar moest je uren aanschuiven. Wij hadden één loket voor ons eigen, want Roger Nols beschouwde de Vlamingen als gevaarlijk voor de francofonie. Daarna heeft hij gezien dat het niet de Vlamingen waren, maar dat het gevaar van het Midden-Oosten en van Afrika kwam. Maar dat heeft hij te laat ingezien. Is het voortaan uw doel om één keer per jaar in de gazet te komen? Mijn doel is om zoveel mogelijk in de gazet te komen, want ik ben vroeger ook een beetje artiest geweest, maar ik ben altijd exhibitionist geweest. Een exhibitionist, die komt graag in de krant. Kijk maar naar Niels de Stadsbader. Die zijn kop ziet overal. En ik zou niet één keer per jaar in het nieuws mogen komen met een heel klein feitje. Ik zoek dat niet op, maar dat is ook een gevolg van mijn ziekte. Ik heb eigenlijk het syndroom van mijn bompassussen. Ze kunnen ze allemaal kussen. En nog een aantal reacties door te gaan. Ik heb maar één opmerking over die video tot nu toe gekregen in mijn stamcafé. Daar hebben ze dat natuurlijk gezien. Ik heb de sociale media nog niet bekeken. Ik zal dat doen na deze aangename video met u. Spreek voor uzelf. Met het vette kwartierke dat ik zeer apprecieer. Maar moest dat eten Le Petit Quartier Pouilleux, dan zou ik daar niet aan meedoen. Als je uw YouTube in het Frans zet, staat er Le Petit Quartier Salé. Salé. Salé, ja. Ja, ja, ja. Er zijn veel synoniemen. Ik heb het gevraagd aan een Franstalige. Let op, Franstaligen, die kennen niet zo goed Frans als dokter Joseph, hè? Christian, een schoon meisje, zeg hem maar dat ik hem gelijk geef. Wat hij daar heeft gedaan, durft niet iedereen. Och, daar is geen durf voor nodig. Ik had een beschermingsploeg, twee mannen. Had iemand mij aangeraakt, had ik mij laten vallen, want ik ben 75 jaar. Ik heb het recht te vallen en dan zouden mijn twee lijfwachten de aanraker aangeraakt hebben. Ik dacht dat jij in de 30 waart. Mentaal ben ik 16. Waar is Bal zegt, de verfransing is ondertussen ook lang ingehaald door de verengelsing. Wordt een beetje verdrietig als ik Joseph zo zie. Wat vind jij van de verengelsing? Ik ben ook tegen de verengelsing, maar dat is zo doorgedrongen bij de bevolking na de bevrijding door de Angelsaksische landen, dat dat een onbegonnen strijd is. En ik doe geen onbegonnen strijd, alhoewel het schoonste vechten, dat is vechten als je weet dat het voor niks is. Zoals het ketje ooit dichten. 0-11.
11 reageert, ik lig plat. Dat is zijn probleem. Je ligt toch altijd plat? Als je ligt, zijt je plat. En als je staat, staat je. Oké. De Jan reageert, filmt Lidl klanten als bescherming tegen diefstal? Ja, dan filmen met de gsm mag ook. Heel goed gezien, Jan. De wet om de privacy geldt niet in die winkels. Dat zijn plaatsen waar iedereen binnen en buiten kan. En waar je gefilmd wordt. Waar is de privacy? Volgende is ook van een heel schoon meisje, Citron Bleu, die zegt, je trouve qu'il a raison. Kunt je dat vertalen voor mij? Nee. Mademoiselle, vous avez raison, et si vous n'avez rien à faire, vous pouvez passer par ma maison. Merci. Il va se précipiter dans la chute terrain. Dat is mooi gezegd. Jacques Mertens schrijft, hij heeft gelijk uiteraard, de Lidl in Heist heeft sinds ongeveer een jaar een nieuwe uitbater die Franstalig is en zijn klanten uitsluitend in het Frans te woord staat. Lidl moet die paljas eruit gooien. Dat moet ik tegenspreken. Ik ga hier Lidl niet verdedigen, maar ik heb nog nooit die paljas gezien die mij in het Frans zou aangesproken hebben, want dan zou dokter Joseph pas losgebarsten zijn. Ik denk dat dat een stadsfabeltje is. Maar wat dat er wel is dat ze een agressieve gerante daar hebben. Maar die spreekt Nederlands. Lieve Tijger schrijft, action speaks louder than words. Ja. Wel ja. Eerst heb ik de action gedaan en dan heb ik het woord gedaan om de action een beetje te duiden. Woorden zonder beeld, dat zijn luisterspelen. Een foto vertelt 1000 woorden. Nee. Eén woord vertelt 1000 foto's. Zet de klank af op uw televisie en je weet niet wat er gebeurt. Zet het beeld af, maar laat de klank aan. En je weet nog waarover het gaat. Woorden primeren op beelden. Maarten vroeg, wanneer is de volgende actie? De volgende actie zal zijn als men mij zegt dat ik niet binnen mag of zo, dan kan er een volgend incident gebeuren. Dan wordt de politie er zeker bij geroepen. Dan zal er geen daad van vandalisme gebeuren. Dan bel ik persoonlijk de politie op. Wij steunen u allemaal onder hashtag Je suis Joseph. Wel, ik dank het vettig kwartiertje voor de aandacht die ze aan mijn toch niet oninteressante zever besteed hebben. Er is nog één commentaar dat ik u wou zeggen. Door Andrew. Als ik oude postkaarten van Kokzijde en Veurne bekijk, dan staat er veel in het Frans. Dat is waar. Vroeger waren de mensen zo dom dat ze dachten dat Nederlands de taal van de boerkes was. Want daar bestond geen Nederlands. De mensen spraken dialect. En de bourgeoisie, die spraken dan iets dat ze dachten dat het Frans was. Nederlands was verdwenen met de Spaanse invasie die alle Nederlandstaligen naar Holland gedreven heeft, waardoor de Hollanders de Gouden Eeuw beleefd hebben. Anders bleven zij nog altijd haringstokerijkers maken. Dus de bourgeoisie hier, dat was Frans en alles was in Frans. Zelf in de jaren 60, toen dokter Joseph muziek wou leren, ik kon geen lessen volgen in het Nederlands. Muziek moest in Frans. Croche, double croche, temps fort, temps faible. En dan zette jij een manneke van 7 jaar die alleen maar een beetje Vlaams-Brussels spreekt. Dan verstaat jij dat niet, hè? En het is daarom dat ik nooit een groot violist geworden ben. En dat op mijn 17 jaar de grote violist Eugène Raskin zei, dokter Joseph, vous avez trop de prétention pour trop peu de talent. U 17 waard jij al dokter. In mijn pretentie zeker. Andrew gaat verder. Maar om als gepensioneerde werknemers lastig te vallen die andere dingen te doen hebben, terwijl de chef zich waarschijnlijk de hele dag verveelt. Dat is gewoon belachelijk. Die mensen staan daar ook niet voor hun plezier en enkel maar om hun boterham te verdienen. Ik heb mij in het begin van de actie bij het personeel verontschuldigd voor de overlast. Het is verdorie tegen de directie die niet reageert. En dat dokter Joseph niets te doen heeft, dat is ook niet waar. Ik ben iedere dag actief. Ik laat mijn hond uit. Ik maak mijn ontbijt. Ik begin te schrijven. Ik kijk op de pornosites of er nu uiteindelijk iets interessants te zien is. Ik doe dat maar 2-3 minuten. Gewoon uit interesse. Ik verveel mij nooit. Ik weet niet wat dat is. Kun jij nog afscheid nemen van de kijkers? Kijker. En ze bedanken. Ik bedank de kijker om naar mij te luisteren. Ik bedank Kaar en het vettig kwartiertje om mij deze tribune verleend te hebben. En ik hoop, zoals koning Boudewijn na zijn eerste hartoperatie, en ik hoop nu dat de dokters mij een goede gezondheid gegeven hebben, u nog lang te mogen dienen. En enkele maanden daarna was hij dood. Dank u wel. De ratten die
mij lukt er geen van Brussel te verfransen. Ne Vloming is ne vreemdeling, no huilen poepen dansen. Dat is alles wat de mag doen, vuil boeien en vuil knikken. De tamme Vloming laat hem doen, hij laat zijn stad afpikken. Ne Vloming is een tamme kat, een leeuwke zonder tanden.